Hallo. Zo, hartstikke leuk dat je weer kijkt. Dit keer aandacht voor een prachtige buscamper. We hebben het hier over de vernieuwde Hobby Vantana K65 ET. De K voor kastenwagen, Duitse woord voor buscamper. En de ET staat voor de enkele bedden en de tafel. Goed, uitvoering zoals die hier staat is in een mooie zilver metallic lak uitgevoerd. Dat is een extra fabrieksoptie. Maar voor de rest ga ik je heel veel dingen laten zien. Want dit is een uitvoering deluxe. En dat het ook echt een deluxe kampeerauto is. Hij heeft een hartstikke complete uitrusting. Nou, om te beginnen hebben we mooie 16 inch lichtmetalen velgen. Bij de standaard uitrusting van deze Vantana. Hij is met die zilverzwarte accenten mooi afgestemd op het exterieur van de camper. Linksachter bij het voertuig hebben wij het stroomaansluitpunt. Hier zit de uitlaat van de combiketel, het verwarming- en boilersysteem. Het Tedford cassettetoilet luikje is hier te vinden. Op deze manier ook eenvoudig uit te nemen. Voorzien van wieltjes, dus makkelijk als een trolley te verplaatsen over de camping. Zo. Lopen we achterom het voertuig. Hebben we daar twee deuren die mooi op deze manier zijn te openen. Zo. En ook zelfs door het indrukken van die knop vrij zijn door te draaien. En die geven je toegang tot het slaapgedeelte achterin. Nou moet je je voorstellen dat je hier zo lekker wakker wordt 's ochtends. Uitkijkt over dat prachtige meer, mooie berglandschap. Heerlijk. Onder dit slaapvertrek bevindt zich de gasbun. Zo. Kijk, en die is bij deze uitvoering, de wat luxere uitvoering, standaard uitgerust met een ladensysteem, waardoor je eenvoudig even je gasflessen erin kan zetten, kan plaatsen, lekker vast kan sjorren en met alle gemak van de wereld zo weer terug in de camper schuift. Top, hè? Nou, lekkere is van die grote bedden achterin, dat is dat er ook heel veel bergruimte onder is, die is goed te benutten. Sterker nog, heb je spullen die wat hoger zijn als de opstelling zoals nu, dan bestaat ook een mogelijkheid om die matrassen weg te halen en je lattenbodem weg te gaan klappen. En dan creëer je dus veel meer bergmogelijkheid in de hoogte. He, uiteraard kunnen die elementen die hem ondersteunen worden weggenomen. Hier zo achter bevindt zich de vers watertank. Je ziet hier nog diverse opbergvakken te vinden. Ook daarvoor in. En uiteraard is natuurlijk zo'n garageruimte ook lekker mee verwarmd door de combiketel. Uitblaaspunten en mooie sjorre ogen op de bodem. Dat je je spulletjes goed vast kunt zetten. Die achterdeuren zelf zijn standaard uitgerust met mooie uitstelbare vensters. Uiteraard voorzien van een hor of een blindering. Zodat je de nachtelijke uurtjes lekker donker erbij kan zitten. Zo. Standaard voor deze Fiat Ducato basis hebben we afmetingen bij deze uitvoering van 2,5 meter breed en 6,36 meter lang. Het is een 2,3 liter 140 pk motor. Maar Fiat biedt ook nog opwaarderingsmogelijkheden naar zwaardere motorvarianten. En zelfs de mogelijkheid, en dat hebben we hier ook gedaan, om hem uit te voeren met een 9-traps automaat. Het rijklaargewicht van dit voertuig is 3045 kilo. Dan hou je nog ongeveer een 455 kilo aan bijlading over. Nou, in dat alles zit ook standaard een mooie anthracietkleurige grote Thule 6300 cassetteluifel. Die kan uitgedraaid worden met een slinger via het draaislot. En die heeft een uitval van 2,5 meter. Kun je lekker dat zonnetje buiten houden. Een beetje koeltjes erbij zitten. En natuurlijk een droog plekje creëren. Nou, dat droge plekje dat is ook doorgewerkt boven de toegangsdeur. Er zit een fraaie LED-instapverlichting. En dat is ook meteen een mooie regenwaterafvoer. Zodat het water mooi lekker langs de deur loopt. Op het moment dat het wat nattig wordt. Nou, de kampeerauto komen we binnen via de schuifdeur. Op deze manier betreed je je rijdende paleisje. De ingang wordt mooi comfortabel gemaakt door een elektrische uitstap. Zodat ik lekker makkelijk het voertuig in kan komen. En de ongenodigde insecten houden we buiten de deur via die hele fraaie plissé horder. Allemaal standaard uitrusting bij deze wagen. Nou. Koelkastopstelling die zit hier op de kop van het keukenblok aangebracht. Dus een mooie nieuwe 90 liter compressortechniek koelkast. En het fraaie is dat hij een scharnier heeft aan de rechterzijde, waardoor je zo van buitenaf, vanuit je luie campingstoel, lekker dat koude biertje of wijntje kan pakken. En uiteraard zit daar ook een mooi vriesvak bovenin.
Kijk eens hoe gigantisch veel bergruimte voor een compacte camper als dit. Maar ook als je binnen zit en de deur niet open wil doen, is eraan gedacht en bedien ik hem eenvoudig vanaf de andere zijde. Kijk, dat is de techniek waar je echt blij van wordt. Nou, zoals je kunt zien, voorstoelen zijn natuurlijk lekker bij te draaien bij de woning. Dat geldt uiteraard natuurlijk ook voor die bestuurdersstoel. Die kan op deze manier mooi erbij worden betrokken. Zo, ik heb standaard het genot van een leeslampje bij mijn stoel. Dat geldt uiteraard natuurlijk ook voor de bijrijder. Een tafel die wat verschuifbaar is, maar die ook zelfs te vergroten is. Op deze manier hebben we een lekker grote tafeloppervlakte, zodat we met 1, 2, 3, 4 personen zelfs eventjes hier wat kunnen eten of wat gezellig kunnen keuvelen. Zo, goed. En het leuke van deze buscamper is, en een van de nieuwe features, is dat er een prachtig mooi groot panorama dakraam gekomen boven die cabine. Nou, dat geeft mij een ruimtelijk gevoel terwijl ik toch in een compacte camper zit. Uiteraard, hij kan open, zorgt voor de nodige ventilatie. Uiteraard is daar natuurlijk ook gedacht aan een afwerking middels een mooie plissé verduistering en ook zelfs een hor. Allemaal geweldig mooi afgewerkt. Zo, en op deze manier breng ik dat weer netjes naar beneden. Nou, hele mooie soort hoogglans panelen met vergroomde handgrepen. Uiteraard met een slotsysteem op dat alles lekker vast zit. Het is prachtig mooi afgewerkt met indirecte verlichting bovenlangs de kastjes. Zo. Nodig je van harte uit om ook binnen te komen kijken bij deze buscamper. En kijk eens even wat een gigantische hoeveelheid bergruimte in de bovenkast is verwerkt. Heel mooi strak, indirecte verlichting langs het plafond. Wat een ambiance. Dit is een hobby deluxe en hij voelt ook echt als een deluxe kampeerauto aan. Nou, uiteraard die bovenkastkleppen kunnen mooi ver open worden gescharnierd. Er zit een opstaand randje in dat je spulletjes er niet zomaar uitkukkelen. Qua bedieningspaneel is er een paneeltje hier boven de deur aangebracht. Uiteraard kun je hier je schoonwatertank aflezen, je niveau, je vuilwatertank aflezen en wat diverse verlichtingsfuncties vinden. Dat geldt ook over zo de bediening van je combiketel. In deze kampeerauto zit een Truma gascombi. Die zorgt ervoor warm water en die zorgt ook voor de warme luchtverdeling in deze kampeerauto. Die warme luchtverdeling die gaat ook door middel van een buizensysteem die rondom loopt. Je hebt net al kunnen zien in de garage, maar ook als ik zelf eventjes door de knietjes ga, dan zie je ook in die dubbele vloer hier dat de ringverwarming eronder doorloopt. Dus je hebt een mooi verwarmd systeem in de rondte. Er zijn wat opbergbakjes nog te vinden. Is als hier in de bodem verwerkt. Kijk, daar kunnen we wat mooie voorraad en dergelijke in kwijt. Zo. Goed. En daar bevindt zich die combiketel onder de zitgroep. Mooi krachtig apparaat. Het keukenblok bestaat uit twee glasplaten die toegang geven tot een tweepits gasfornuis. Uiteraard met een elektrische ontsteking erbij aanwezig. Uiteraard is het warme water aanwezig in uw keukenblok. Hij heeft een lekker lang keukenblok waardoor je ook aflegruimte hebt aan beide kanten van dat fornuis. Er zit een ladeblok in. Met twee mooie, grote, stevige en hoge opbergladers. Uiteraard zitten daar wat transportsluitingen op. De derde is een lade met een bestekinleg. En nog een laatste uiteraard voor de pollepels en andere spulletjes. Goed. Nou, is het altijd een uitdaging bij een buscamper om een hangkast te creëren. Want je hebt natuurlijk niet zo heel veel hoogte. Dat is handig opgelost door de kast hier aan de rechterzijde te maken. We hebben hier een voor de volledige hoogte van het keukenblok. De roede zit bovenin. Dus ook je jasjes en mooie blousjes kunnen netjes gestreken blijven. Nou, tegenover dit alles bevindt zich een toiletruimte. En dat is een mooie, volwaardige toiletruimte te vinden. Als we even van boven naar beneden kijken, loopt in de rondte een douchegordijntje. Spotjes in het plafond weggewerkt. De spiegel die je daar ziet geeft je nog extra bergruimte. De hele wand is allemaal met kunststof afgewerkt, waardoor je hem ook goed als een doucheruimte kan gebruiken. De kraan heeft namelijk een uittrekbare douchekop. De toiletruimte met een draaibaar toilet van kazettoilet van Tedford. De douchebak is verlaagd, zodat je een mooie staahoogte houdt. En het houten plateau kan ingelegd worden, zodat je op het moment dat je zegt van nou, ik wil niet de douche gebruiken, dat je een gewoon normaal vloertje hebt. Ook die ruimte zeer goed verlicht. Nou ja, de K65 ET zegt het al, is een uitvoering eigenlijk met de enkele bedden. Nou, die enkele bedden die zijn in de lengterichting geplaatst. Er zijn namelijk, als we het even de kussens aan de kant trekken, dan kunnen we ook zien dat er 1, 2 en aan de andere kant zelfs 3 matrasdelen zijn. Ja, dus eigenlijk zijn er 2 slaapplaatsen op die manier. Maar doordat die matrasdelen
het extra tussenmatrasdeel er ook bij gelegd is, heb je eigenlijk de mogelijkheid om niet alleen in de lengte te liggen, maar ook zelfs in de breedte te slapen van deze kampeerauto. Nou, als ik dan lekker eventjes naar mijn nestje wil, dan moet ik wel mijn schoentjes uittrekken. Zo. Dan doe ik dat zeer eenvoudig door gebruik te maken van de vaste instap die hier te vinden is. Zo, op deze manier. Zo, klim ik lekker in dat bedje en kan ik heerlijk van mijn nachtrust gaan genieten. Maar zoals gezegd, ik kan even makkelijk ook, als ik dat fijn vind, in overdwars slapen in deze kampeerauto. Uiteraard zit er wat hotelschakeling te vinden, waarmee ik mijn leespotjes kan doen, mijn indirecte verlichting kan uitzetten. Goed, ik doe het licht hieruit, ik ga een uiltje knappen. Ik zie jullie graag weer een keertje terug in Almere. En vergeet je uiteraard natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Hey, welterusten!